De eerste kans voor de wedstrijd ontstiert uit een voorzet van Bangura. Alleen nog Sam Hendricks, de spits, komt krekt te kwaad om die bal binnen te tikken bij de tweede peel. Aan de andere kant is Almere City gevaarlijk via Stijn Meijer, de spits. Hij kan je wel heel vrij inkoppen, maar doch dat lokkig voor de Leeuwarders net goed, zien inzet Geert Oer. Diezelfde Meijer wordt je op een ei gevaarlijk als Matthew Steenvoorden en Xavier Maus naar Kostin te Sien. Een miscommunicatie, alleen gelokkig voor Cambuur kan Maus in tweede instantie redden op de inzet van Meijer. Cambuur krijgt ik nog één kans voor het skoft. Sam Hendricks wordt voortstuurd. Sinds kort vanuit een regenhoek. Kan alleen nog pakt worden door Agil Etemadi, de keeper van Almere City. Het rint net bij Cambuur, Sjochtek trainer René Haken. En hij maakt ik nog tasjen dat de Almeerders op voorsprong komen. Het is na 63 minuten spelen een vrije trap van James F. Morfidis. Die het net voortwerken wordt door Cambuur. Voor de voeten komt van Stijn Meijer. En hij tikt de 1-0 binnen voor Almere City. Een tegenvaller van Cambuur dat dus in de achtervolging mat in het laatste jaloeren. Want dit is een echte spitsengoal van Meijer. Hij is attent en tikt de bal binnen. Bij dat slotoffensief komt onder oren Matthias Gones binnen de lijn naar Roberta. Sam Hendricks bloedsteen en hij is zeer gevaarlijk. Maar dit schot dat nog onrekken wordt door de keeper. Dus komt er nog een hoekskop. Waarin de koppers mij binnen. De hoekskop van de rechterkant komt dan voor de voeten van Matthew Steenvoorden. Dit mat hem worden, maar hij mist. En ik in tweede instantie geeft de bal de net in. Isaac Calon, wie dat in de tweede instantie dit hem echt net binnen zit. En dat betekent dat Cambuur verliest. Voor het eerst in de historie thuis van Almere City. Dat dit even een domper is gezien de serie waar we in zaten, dat lijkt me duidelijk. Nou ja, we voetbalden aardig tot de 16 en dan is het gewoon moeilijk doorheen te komen. En dat hebben we wel vaker gehad dit seizoen. En als je er niet doorheen komt, dan ga je geen goals maken. Dan moet je een beetje geluk hebben en dat hebben we niet gehad. We waren heel slordig in de passing, in de controle, in de eindpaas, in de voorzetten. Maar iedere keer zat er een voetje van Almere tussen. Dus je kunt ook zeggen, ze hebben dat gewoon goed verdedigd. Maar ja, ik vind dat wij daarin meer kwaliteit moeten leveren. Ik heb net een beetje de uitslag gekeken. En ik denk dat het allemaal positief zou zijn als we hier 3 punten zouden hebben. Maar uiteindelijk hebben we hier niks aan.